Een hele goede. Is het nog morgen? Nee, het zal al middag zijn. Even spieken. Ja. Oh ja, het is al middag. Ja. We hebben lekker lang geslapen in dit huis. Ik heb hier niks gehoord. Ik ook eigenlijk niet. Niks. Nee, niks. Enkel vogeltjes vanmorgen toen ik wakker werd, hoorde ik buiten aan vogeltjes fluiten. Ja, het was echt zalig rustig hier. We slapen dus in Nunspeet, in de bossen, in een tiny house. En we gaan een beetje wandelen vandaag. We hebben dat gezegd gisteren, dat we daar zin hadden. En het is eigenlijk ideaal wandelweer. Ik heb geen jas nodig, het is niet koud. Ik heb er vandaag wel een aangedaan. Beter weer dan gisteren. Ja, koud maar niet. De zon die begint zo af en toe een keer tussen de wolken zo door te poppen. Er is geen koude wind, dat scheelt ook alweer. Dus ideaal weer om te wandelen. Jas uit. Onze Jules zit in de buggy. Die heeft wel een jasje in onze bosbuggy. Ja. En wij kunnen nu een mooie boswandeling maken. Ben je de banden opgepompt nog? Dat weet ik ook. Ja. Die zijn alweer wat slapper dan toen ik ze heb opgepompt. Zullen we er ook binnen denken dat we er een gat in hebben? Nee, ik wou ze niet oplaaien. Oppompen. Ja, dat is de digitalisering die in jou zit. Hoor. Amai, amai. Stel je voor dat je dat gewoon zo moet insteken en de banden zo terug oplaaien. Ja. Dus we kunnen alles beginnen elektrisch te maken natuurlijk. Dat is een mooie voorbeeldje. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar het is echt wel warm. Ik heb zelfs nu al te warm en ik loop hier rond in een topje en een lange broek. Mm-hmm. Ik had veel beter nog eigenlijk een jurkje aangedaan. We lopen aan de Zandenplas, zo heet het hier. Dus op een tiental minuutjes van Onyx, waar wij geslapen hebben. Ja, het is hier mooi. Ja. Leuk dat we hier zo eventjes kunnen wandelen, eventjes... praten weer over van alles en nog wat, want we zijn natuurlijk weer opgestart met ons werk. En dan moet er ook wel wat over gepraat worden, hè. Dat is belangrijk. Hoe gaan we zaken aanpakken? De meeste zaken die weten wel hoe dat allemaal de vork in de steel zit, maar toch, ja, er zijn altijd wel nieuwe uitdagingen, nieuwe opportuniteiten. Stilstaan is achteruit gaan, zeg ik altijd. Ja. Dus ja, er mag wel een keer over gebabbeld worden en dat zijn we nu ook aan het doen. Even gewoon even genieten ook eigenlijk. Dat, maar ja, het zonnetje schijnt. We hebben echt ook mega veel chance. Even serieus. Het is, volgens mij is het bij Apple zo dat de CEO meetings al wandelend organiseerde. Ik weet niet of dat nog steeds gedaan wordt. Steve Jobs is er intussen tijd niet meer. Maar misschien degene die het heeft overgenomen neemt dat misschien nog verder. Maar dus die mensen daar aan de top... Die plannen dus geen meeting in een saaie vergaderruimte. Hè, wat natuurlijk ook altijd kan, hè. Maar gewoon al wandelend. Zo kwamen er steeds betere ideeën. Ja. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk ook wel zo. Dat werkt bij ons ook zo. Gewoon even ontstressen, frisse lucht. Wij hebben nog nooit een vergadering, als je het al zo mag noemen natuurlijk, of een brainstorm, hebben wij eigenlijk nog nooit echt in een kamer gedaan of zo. Nee. Weinig, ik denk. Ja. Al wandelend begint dat vanzelf zo'n beetje op te borrelen. De creativiteit komt zoveel naar boven. Ja, en... De natuur geeft je heel veel creativiteit, vind ik, en heel veel rust ook. Ja. Daarom, het is een aangename omgeving. Ja, dus, het is zeker aan te raden, ook als je in het bedrijfsleven zit. Of je zit in zo'n situatie dat je zelf ook af en toe nog wel eens moet samenzitten met iemand. Wel, in plaats van samen te zitten, ga je eens op wandel. Ja. En bespreek zo eens een paar agendapunten en wie weet kom je wel op betere inzichten dan dat je in zo'n kleffe vergaderruimte moet zitten. Heb je een leuk boekje gekocht net in het winkeltje? Ja. Van Poe. En wat ben je nu aan het kijken? Naar de fonteinen. Ja. Mooi hè. Het zijn mooie dansen, de fonteinen, hè, Jules? Ja, ze springen zo heel mooi op en neer. Hè? Het is wel warm, maar nu ook niet zo warm om daardoor te gaan wandelen, denk ik dan. Het zou wel leuk zijn natuurlijk, maar we gaan dat natuurlijk niet doen. Hè. Nee. Altijd leuk, want die dansen, de fonteinen, dat brengt enorm veel leven. Hè? En rust ook, zo ja, dat verandert. Wij zijn helemaal vanuit het bos tot hier gewandeld. We hebben hier een heel gezellig centrum. Ik heb het niet, maar ik bedoel, hier in Nunspeet is er een heel gezellig... Het kindermenu is patat, frikandel en 4 chicken nuggets. Keuze uit, ja. Ja. Maar je kan het niet meer doen, want het staat hier te huur. Het is gesloten. Ja. Maar je hebt hier wel nog heel veel zaakjes die wel open zijn en heel erg bruisend zijn. Echt
Heel gezellig hier. Het is grappig, deze zaak die nu te huur staat, dus in de Zeestad, die kan je, want ik was hier al eens komen kijken via Google Maps, nog voor al vertrokken. En deze zaak, daar kan je doorwandelen, toen dat nog open was. Die had zo met een... Die had ze met een camera, had die door haar zaak zo gedaan, een 360 graden camera. Ja? Kon je in Google Maps kon je dus door de winkel wandelen. Ah, zo. Ja, dat heb ik toen gedaan. Dat is wel heel grappig, heel leuk. Ja. Maar kijk, het heeft niet moeten. Het is gesloten. Ja, inderdaad. In ieder geval, het was tof. We hebben hier veel gezien, heel veel geshopt. Vooral eigenlijk boekjes voor onze Jules, want die is weer helemaal zo terug in zijn boekjesfase. En dan vinden we ook wel extra fijn om hem weer een paar nieuwe boekjes te geven. En zo kunnen we misschien ook wel stimuleren dat hij toch ietsje meer gaat eigenlijk leren hij praten of woordjes gaat zeggen. Nou, dus, maar ja, alles op zijn tijd. Hè. Er is natuurlijk niet echt haast bij of zo natuurlijk, maar toch, het zou toch wel fijn zijn. Ja. Hey, hij heeft trouwens een mini boekje vast nu in zijn buggy. En hij houdt dat eigenlijk al de hele tijd heel flink vast. Hè? Ja, heeft hij nog niet laten vallen. Dus, daarvoor is het boekje te leuk. Ja, ik denk dat het dat toch al wel eigenlijk toch al zeker al een uur of zo vast heeft. Dus het gaat hier goed. Ik denk dat we nu terug opnieuw richting onze tiny house gaan wandelen. Zo'n goed idee. Ja. Het is alweer donker geworden. We zijn naar onze tiny house teruggekeerd. Wat ben jij nu aan het doen? Ik ben de waterfilterkaraf en een fles aan het kappen. En waarom doe je dat? Gewoon omdat ik dat dan in de ijskast kan zetten. Eigenlijk kan dit ook zo, maar ik vind dat gewoon handiger om eigenlijk een fles in de ijskast te zetten, koelkast te zetten. Ja. Ja. Ieder zijn ding, hè. Ja. Jules heeft ook al zijn pyjama aan. We hebben ook al lekker gegeten. Is dus nog eventjes naar tv aan het kijken. Ja. Ja, vandaag ook nog een paar boeken gekocht, hè? Zwaar, hè? Dat hebben we niet laten zien, maar we waren dus toen een nunspeet onderweg naar de tiny house en we kwamen nog een tweedehandswinkel tegen. En kijk, we hebben een hele stapel met boeken gekocht voor nog geen 10 euro samen. Deze hebben we gewoon nog in de winkel gekocht en dan daarna zijn we dus nog naar een tweedehandswinkel geweest en hebben we deze gekocht. Dankjewel, kleine muis. Paddington, het avontuur van kabouter David, David de boskabouter. Paddington naar het strand, Tip de muis, Kwak, oh, er zijn zelfs nog boeken. Ik vind je lief papa, ik vind je lief opa, en nog een boek, Tijd voor het potje, ja. Daar is het inderdaad wel vaak eens tijd voor. Jules die gaat ook op het potje, 's morgens alvast. 'S middags lukt dat soms, soms niet. Allee, en zo tijdens de dag. Hij geeft het niet altijd aan. En als hij soms aangeeft, is het wat te laat. Dus hij moet daar nog wat voor trainen. En dan zijn we dus met hem er heel rustig aan het doen. En naast de boekjes hebben we ook nog een spelletje gekocht. Dat vindt hij ook leuk. Hij doet het nog wel niet hoe dat het zou moeten. En dat is een memory spel. Geheugenspel, zoals dat erop staat, eigenlijk wel een heel lang woord. Voor eigenlijk een simpel spelletje, memory. Maar dat zal waarschijnlijk uit een tijd komen dat alles, alle Engelse woorden gewoon gemakkelijk Nederlands vertaald werden. Dat is wel, het ziet er ook al een oude doos uit. Hij vindt dat gewoon leuk om, als je bijvoorbeeld een eentje hebt, dat hij dan een ander kaartje van een eentje zoekt en dat dan erbij legt. En dat doet hij eigenlijk goed. Dus... Zullen we dat misschien nog eens doen met hem nu? Voordat hij nog gaat slapen. Dat is eigenlijk een goed idee. Voor een momentje een gezelschapsspelletje. Ja, we zullen eens kijken. Een keer waar het konijntje nog ligt. Kijk eens hier, misschien. Ja. Ah, ja. En de pinguïn. Daar zie je nog een pinguïn. Daar. Daar, ja. Ik heb hier ook nog een boom. Waar zie je een boom? Daar. Ja. En kijk, een luchtballon. Een ballon. Daar. Ja, goed zo. Daar zie je hetzelfde plaatje. Ja. Zie je het? Zie je het goed? Ja. Ik heb hier nog een plaatje hoor. Ja, die doen we samen. Kijk, hier een moeilijke, hè. Oh my. Laat mama maar een keer draaien, hè. Ik ben al zot gedraaid bijna. Blijf hij maar draaien met deze stoel. Ja. Nog een keer. Hard duwen, hè, ja.
Leuk dat dat is. En nu moet mama duwen, hè? Leuk, hè? Zo een, snel, hè? Zo een hele leuke relaxstoel. Dank je. I love you, kleintje. Dat was leuk. Maar nu is het wel tijd echt om te gaan slapen nog, hè? Jules? Jij wil maar blijven draaien in de stoel, hè? Gekkie? Kijk, nog één rondje. Nog één rondje, hè, Jules? Ja. Tada! Nog één klein rondje. Tada! En nu gaan we gaan slapen. Morgen, dan zijn we weer. En wat we dan gaan doen, dat zien we morgen wel. Dag! Elkaar!